Tamar is er niet. We wensen er heel veel sterkte met haar persoonlijke dingen die ze op dit moment heeft lopen. Maar ik ben er wel, gelukkig, want anders zou het ook zo saai worden. Zou het zwart op zender worden. Haha, back to black. En ik zit hier niet alleen. Ik ben Patrick trouwens van de woensdagochtend. Ik zit hier met Louis Gauthier. Hallo, goedemiddag. Dag wat Patrick. Wat een naam, man. Wat goed. Oh, dankjewel. Ja. Heb je meteen een goede artiestennaam voor wat je ook wil gaan doen? Precies, gewoon wil je duidelijk gaan schilderen? Louis Gauthier. Wil je luchtjes gaan uitbrengen? Louis Gauthier. Fantastisch, man. Louis, ik heb gisteren gehoord dat jij hele interessante dingen gaat vertellen allemaal hier. Dat ligt eraan, dat weet ik niet wat je allemaal vraagt. Ja. Maar dat is wel, ik ga wel leuke dingen vertellen. Vat even samen voor mij en de anderen die niet weten wat jij hier doet. Nee, precies. Nou, al een periode terug was ik bij Tamar ook in de show met het concept Vondelpark Live. En dat is overgegaan in Q Café Live. En dat is een tweemaalig evenement met onbekende en bekende singer-songwriters. Mm-hmm. En die neem ik dan op en die interview ik dan. En dan kom ik hier lekker in het programma het een en ander over vertellen. Want het is heel belangrijk dat er een platform is voor de artiesten. Vind ik ook. Ja. Dat ben ik in ieder geval met je eens. En jij hebt dus ook fragmentjes meegenomen en liedjes zelfs meegenomen. Ja. Mag ik er nu al wat van draaien, of niet? Ja, natuurlijk. Ik kan er misschien eventjes wat over zeggen. Heel graag. Kort, heel graag. We hadden de vorige week de singer-songwriter Matt Epp uit Canada. En die heeft een heel mooi intiem nieuw album uit. Dat heet Luma. En hij kondigde zichzelf aan in Q Factory, in Q Café Live. Dus laten we even luisteren naar Matt Epp. Hey folks, thanks for being here tonight. My name's Matt Epp, I came from Canada. I'm on a tour, and this is the first time I'm in Amsterdam, and it's wonderful. The reason for the tour is a new album that came out last week, and this song is called Never Have I Loved Like This. We're one, I'm yours, we're one, you're mine. I love you with a soul that won't know time. Like dust, like bone, like blood, like wine. Let me count the ways on the highway lines. Never have I loved like this. It's no small desire to be in you. Inside your reflection like the man in the moon. It's like I painted your portrait and now I'm high on the fumes. Never have I loved like this. Like a salt of all oceans, the taste of your skin. Afraid to drown but faith to swim. You swept me off the ground even before I jumped in. Never have I loved like this. And like a pelican's wingtip responds to the sea. An inch from the swell flying harmony. With careful abandon he opens his beak. Never have I loved like this. Oh, thirsty as sand. Never have I loved like this. Like you are the woman and I am the man. Never have I loved like this. No guard, no walls, no clothes, no end. Sister and mother and lover and friend. Never have I loved like this. So in the snow is thick and the firewood gone. When we've eaten all the last fish in the pond. And everyone else wants a suburban lawn. And like a child believes and an old man has learned. Both the color of leaves and the world will turn. I love you still though the world it burns. Never have I like this.
determined to lose. I want you to win. Never have I loved like this. I go back in your footsteps. I go where you've been. Never have I loved like this. I love you still if love was sin. Because I love you for Jesus, I'll love you like him. Never have I loved like this. So when the worms come to devour my flesh, they'll leave disappointed. But nothing is left. I've given, I'm taken, I'm used, I'm spent. And never have I loved like this. Thank you. Thanks very much. This is Matt Epp. Welcome to Kicks Radio. Vet. Ja, hè? Het klonk wel heel goed, hoor. Het is echt, we zaten daar zo te luisteren. Ik zei al net eventjes tegen jou toen de opname draaide. Een beetje, bijna, je gaat nippen aan bier, hè? Je denkt, oh, ik wil geen geluid maken. Maar nee, die man die wist op een of andere manier meteen een hele intieme sfeer te pakken. Ja. En laten we ook even luisteren wat Matt daar zelf van vond. That was a great vibe. I didn't know what to expect when I came here, of course, but this building is filled with artists, it looks like. There's a real energy in here of art and appreciation for art, so I was happy that there was people here that seemed to appreciate it. Ja, positieve gast. Absoluut. En het was ook een heel aardige iemand die ook heel erg goed wist wat hij deed. Ja. En zijn stijl wordt wel eens vergeleken met Leonard Cohen, Bruce Cockburn, Neil Young. Nou, dat zijn kan niet de vind. Minste namen. Nee. Ik vroeg ook aan hem, hoe zet jij je set in elkaar? Is het nou elke keer anders als je ergens in een andere omgeving optreedt? En daar had hij wel een mooi antwoord op. This kind of work can be very difficult. It can damage people very easily because you have to give everything of yourself. Yeah. You know, that's why you want people to connect with you, because if they don't connect with you, then it's just everything's going and it's not coming back. Every day I give everything. Ja, dat was natuurlijk een ander instartje. Hè? Of hij wist niet wat je vroeg. Nee. Of je vroeg het in het Nederlands. Of de cijfertjes staan hier verkeerd om je echt heel knullig. Ja, dat dacht je, dat kan toch gebeuren. Nee, maar even wat hij hier inderdaad zei van als artiest is het heel belangrijk dat je altijd alles geeft. En dat merkte je ook tijdens die set. Ja. En lijkt me best wel moeilijk als je ineens voor de eerste keer in Amsterdam bent. Dat was hij als Canadees. En ja, dan moet je het maar doen, hè. Ja. En dan gaan we weer opnieuw. Maar het publiek was heel erg enthousiast. En, ik heb hier wel wat hij zei trouwens over het opbouwen. Van de horen, set. Patrick, ja. Zullen we even kijken wat de bedoeling is. I like to start with something that introduces me and my sound. And I like to tell a lot of stories, especially if I'm playing solo. It's the best way for me. I like the old troubadours, like the old Woody Guthrie kind of feel. And I like those story songs and people seem to appreciate knowing where songs come from. Het is natuurlijk wel heel singer-songwriter om inderdaad de verhalen te willen vertellen. Maar als ik die vorige track hoor, dan zit dat er wel in, zeg maar. Ja, en hij heeft ook nog een plan, maar dat is ook wel een leuk verhaal. Die had een album van Bob Dylan, Oh Mercy. En dat is geproduceerd door Daniel Lanois. Mm-hmm. Hè, ook van U2, Joshua Tree vroeger en nog veel andere dingen. En hij kent die man dus gewoon. Hij is al een paar keer in zijn studio geweest. Ja. Maar hij durft dus niet te vragen van, joh, Daniel, wil je me misschien helpen met een mooie albumopname of zo? Dus ik ben heel benieuwd als hij nou weer terugkomt. Want dat gaat hij ook zo eventjes zeggen. Hij wil graag terugkomen. Of hij dan nou eindelijk eens een keer met een nieuwe plaat komt, geproduceerd door Daniel. My plans are to come back here often. Mm-hmm. That's really the plan, is to continue coming back. Continue playing concerts and meeting nice people like you that will share with your fanbase, your listeners, my music. And I really just hope that the people of Netherlands will connect with the music. Ik vind het wel interessant als dit soort gasten dus wel echt waarde hechten aan optreden in Nederland, weet je wel. Want je denkt dan van, nou, het is best een klein landje. Maar blijkbaar kunnen we hier dus best wel groot in zijn als publiek en als podium voor dit soort artiesten. Ja, en daarom is het ook zo belangrijk ook dat Kicks Radio dit ook support. Want daardoor kunnen we ook nieuwe artiesten leren kennen die je niet heel erg vaak hoort op de radio. Of in de wereld draait door of al die andere programma's. Hè. Ja. We gaan natuurlijk ook wat luisteren, een nieuwe track. En daarna ga ik nog wat vertellen over wanneer wat de volgende edities zijn. Cool, en welke track gaan we luisteren? Dat heet I Met Someone. If you're in a relationship and either of you has to say I met someone to the other person, it's heartbreaking for both parties.
you love the person you're with, but you met someone that might be the one or soulmate or something like that. Either way, you're going to be heartbroken just to tell the other person. And then if vice versa, if the other person tells you, either way, those words are echoing in your head. And that's the idea here. I'll show you the chorus, the part from Met Someone's. Of all the things that would hurt, I met someone, I met someone, I met someone, I met some part. The things that you say that would hurt, I met someone, I met someone, I met someone, I met someone. The things that would haunt you like a ghost. The things that you say and the things that you've done. Now I met someone, I met someone, I met someone. How are you doing? Why haven't I heard from you in a while? I don't know how to say this. The truth is I met someone. Happy for me, it's not like I saw this coming. Forgive me, friend, I met someone. I met someone. Of all the things that would hurt the most, I met someone, I met someone. The things that you say that would hurt the most, I met someone, I met someone. Someone, I met someone. Who are you fooling? You never looked like that when you were looking at me. Your face is red and golden. Surely you must have met someone. I met someone. We're not so someone. Oh, all the things that would hurt the most, I met someone, I met someone. The things that you say that would hurt the most, I met someone, I met someone. Things that would haunt you like a ghost. Oh, the things that you say and the things that you've done. Someone, I met someone, and it echoes in your head, and it echoes in your head, in your head, the words I met someone. Echoes in your head, it echoes. Thank you very much. You guys are kind. Thank you. Ja, die man geeft alles, hè? Nou, dat hoor je wel. Zeker aan het einde. Die zit er wel helemaal in. Ja, heel goed. Matt App heet hij. Ik vind het heel goed, goed klinken.
Hey, maar Patrick, wat ik je al vertelde, ik ga nog even heel wat kort vertellen over Q-Café Live. Hè. Dat is dus in de Q-Factory. En we hebben ook alweer komende edities. Die staan op 25 februari. Dan hebben we Mark Glotterman, 17 maart Jorik van Noorden en 24 maart Tim Knol, die ook bij Kix Radio zit. Ja. Dat is heel erg leuk. En ik zou ook vooral zeggen van kom ook naar Mark Glotterman, de eerstvolgende op 25 februari. Want dat is tussen 6:30 en 6:30. Mm-hmm. En die heeft een nieuw album uit, dat heet Holland. En het mooie is van het album, hij laat andere artiesten ook meedoen om die plaat groter te laten worden. Dus als je bijvoorbeeld inspiratie hebt om een gedicht erbij te schrijven, als je zijn track hoort of een remix te maken of een kunstwerk, weet ik veel wat, dan kan je aansluiten bij zijn plaat. Dus, interessant. Dus die gaan we de eerstvolgende editie in Q Factory, Q Cafe horen. Dat is 25 februari op een donderdag. Cool. En voor die tijd kom je nog wel even langs hier, toch? Of, ik kom volgende week nog een set laten horen van Max Meeser. Vet. Ja. Ja, volgende week zit ik hier niet, maar zit Joost er. Maar ik denk dat hij je graag helpt met je item. We gaan het beleven. Tof. Leuk dat je er was, man. Yes. Dank, Patrick. Doei.